Hey kijkers, van dus David Games. Welkom bij een nieuwe Kingdom Spotlight. Vandaag gaan we het hebben over Atla. En ik sta er ook al. Ik sta op het jungle-eiland, het feesteiland van Lars. Maar zo'n feestje is het niet om bij Atla te horen. Want ze winnen nooit oorlogen. Ze zijn hartstikke passief. Ik heb hier ook de dinmap er even bij staan. Om te zorgen dat ik alles kan bekijken. En het eerste wat opvalt als we even een stukje gaan vliegen. Is dat hier, als het goed is, ik weet niet of het nog steeds ligt. Ja hoor, een boot ligt. Maar is het wel hun boot? Of is het een boot van Yennava? Nee, het is wel eigenlijk hun boot, zo te zien. Een grotere boot dan die van... ja, Antopia. Van ons dus, zeg maar. Veel kanonnen. Holy crap, wat veel. Een grote boot. Maar, zij komen toch nooit van een eilandje af. We gaan gewoon lekker terug. Lekker negatief weer, ze komen nooit van een eilandje af. Want het eiland zelf van Atla is gigantisch groot. En het zijn twee eilanden. Als jullie het andere eiland ook willen zien, dat heet letterlijk ei. Spatie land, dus eiland. Dan moet het in een andere video, want hier is al genoeg te zien. Wat opvalt, dat de meeste kingdoms, zeker die weinig ruimte hebben, die hebben heel erg veel alles volgebouwd. Alles vlak gebouwd. Xar, Antropia, Medusa. We maken shit vlak. En dan gaan we zeg maar bouwen. Hier doen ze dat niet. Ze bouwen hier rondom de natuur. Dit hele stukje eiland is nog helemaal niet gebruikt. Hier zouden ze nog dingen kunnen gebruiken. Dit eilandjes en schiereilandjes... niet gebruikt. Ze houden van de natuur, ze houden van de jungle overduidelijk. En dat moet ik zeggen, ja, dat respecteer ik wel. Als we dan hierheen gaan, we hebben een beetje lag, ik weet niet wat het is, maar waarschijnlijk dat mijn videokaart een beetje overhit is geworden de laatste tijd. Gaan we even heen, ik weet niet wat dit allemaal is, maar allemaal water, vet raar. Hier gaan we even uit, hoppakee. En daar beginnen de stadsmuren van Atla te komen. Die zijn wel heel groot, zoals je ziet. Alleen ze zijn niet zo heel belangrijk. Kijk, je kan er redelijk makkelijk overheen. Het is meer voor de sier dan daadwerkelijk dat je er wat aan hebt. Laten we even eerlijk zijn. Kijk. Het is... Ja. Je zou bij wijze van spreken... Hoe hoog kom je? Even kijken. Je komt tot aan daar, gewoon met water. En dan kun je er zo op. En dan ben je erop. De meest useless... stadsmuur ooit, die van Atla. Maar dat maakt niet uit, want ze vechten toch niet. Dus als hier vijanden komen, zeggen ze, nou kom maar binnen dan. Oké, dan zitten we nu op een soort binnenplaats. En gaan we nu richting hun brug en ook naar hun hoofdstad toe. Zo te zien willen ze hier allemaal nog dingen bouwen. Denk ik. Links en rechts van ons zijn trouwens al die muren. Maar dat zie je allemaal niet, omdat mijn rendement wat lager is. En dit is een soort landbruggetje, waar ze een klein stukje brug hebben gemaakt hier. En als ik het goed heb, komen we met een bochtje zometeen bij de bewoonde wereld. De kippenwereld. Waar ze alleen maar cocktails drinken. Want Atla, ik heb het al gezegd, het is niet zo'n vechtersgroepje, zeg maar. Het is wat passiever. Boot die hier nog steeds gezonken ligt sinds seizoen 2. Lars, doe er eens wat aan. Je doet er niks aan. Waarom doe je er niks aan? Nou, als je kijkt naar andere kastelen is het inderdaad redelijk lachwekkend. Ze hebben niet bepaald... een stevig fort. We gaan hier wel even naar kijken, want het ziet er wel cool uit. Gezonken boten. Twee stuks. En ze laten het gewoon liggen. Zo slordig zijn ze. Nou, we gaan naar binnen. Ja, het is wel Atla-stijl. Welkom terug op Atla. Oké. Het heeft wel stijl, dat moet je toegeven. Het is een beetje jungle-achtig. Een beetje Maya-achtig. Een beetje hout, veel vines. Hebben ze leuk gedaan oprecht. Dit ziet eruit als een van de hogere gebouwen. Dus ik denk dat we hier in de buurt komen van een kasteeltje, maybe. Wat is er met mijn spul aan de hand? Moet ik mijn... Even kijken. Video settings, V-sync off. Render distance. Deze zit op 60. En done. Nou, daar wordt het niet beter van. What the fuck? We zetten de render distance op 8. Als een pussy ass. V-sync doen we toch wel aan. En graphics zetten we op fast. Right? Smooth lighting zetten we op minimum. En... het is nog steeds een beetje, maar we maken het uit. Oeh, hier hebben we gevochten. Tegen... ja, nou, what the fuck? Is dit de troonzaal van koning Lars? Really? Is dit het? Oké. Skere tijden zullen we maar zeggen, want het is niet echt dat je zegt, boy, jezus, wat een lek. Lijkt wel alsof ik in Cosmopolitan aan het opnemen ben. Ik ga even wat vliegen, om eventjes iets meer te bereiken. Oh, wacht, hier is ook nog iets. Een zaal van het een of ander.
Met vlaggetjes. Dat betekent waarschijnlijk dat hier wat te doen is. Oh my god, het is een kerk. Lars, met je kippenkerk, ga toch weg. De heilige Bijbel der kippen. Oké! Gaan we gauw uit. Zal ik er een bom mee gooien? Nee, doen we niet. Ik blijf overal lekker vanaf. Nou, dit is zo'n beetje, als ik het goed zie... Ja, dit is zo'n beetje hun... hun hoofdstadje. Dus we kunnen het... Ja, ik zeg het ook... Ik kan het ook niet anders dan lullig zeggen. Hun hoofdstadje. Dit is het. Dit is de hoofdstad. Al met al niet heel klein. Groot ook niet. Maar het is ook niet echt dat je zegt van... Zo, de knetter. Wat een mooie verdediging hebben ze hier. Ja, dan kun je dit... Moet je kijken, hier zitten niet eens stadsmuren. Kijk dan. Dit is het. Je kan hier zo heen. Uh-oh. Oh, maar Atla heeft heel veel geheimen. Misschien dat we de tempel ook kunnen vinden trouwens. Dat zou heel cool zijn. Ze hebben hier een hele grote boom die ooit omgevallen is. Hier. En dan loop je hier dus gewoon letterlijk doorheen. Dat kan op Atla. Zou op elke andere kingdom is het al lang gesloopt voor resources. Hier niet. En dat maakt het wel heel cool. We moeten naar links trouwens. Even kijken. Hier langs. En langs dit richeltje zo. Dat hier moeten nog ergens de tempels van Atla zitten. Maar niet de allerbelangrijkste. Het is niet, niet de heilige, het heilige ei van Atla. Dat is een van de machtigste wapens ooit. Sterker als Empire. En er wordt nog te weinig gebruik van gemaakt. Ik heb wel toevallig het zwaard van Marnik trouwens. Kunnen we leuke dingen bij doen. Daarmee tegen het ijsla, jongen. Oh, arme Medusa. Oké, okay, zijn we al in de buurt van een tempel? Ja, we zien een tempel. Maar er zijn meerdere, volgens mij. Nee. Oh my god, kan niks kapot staan omdat ik in Venice sta. Kom op. Tempel 1 en de... Oh, daar is tempel 2. Holy shit, die is groot. We gaan eerst even hier omhoog. Even kijken wat hier allemaal zit. Hallo? Er is nog veel meer aan de hand dan alleen maar dit. Dat kan haast niet anders. Ja, nee. Hier zit veel meer in. Maar ik ga dat niet spoilen. Oh my god, die tempel is huge. Ja, dude. Hier moet toch veel meer in zitten? Oké, okay, deze kant is niet... Waar is hier de ingang? Ik wil in de tempel. Kom op. Deze. Oké, hebben we niet gezien. We gaan naar de grote tempel toe. Want ik denk dat hier nog wel belangrijkere dingen gebeuren. Bijzondere, belangrijkere dingen. We gaan even kieken. En... Hetzelfde, hè? Trap omhoog. Oké. Wow, tering heb omhoog, zeg. En... Weer niks! Ja... Holy crap. Voor mij is hij nog in aanbouw. Nou, laten we naar het kleine teringtempeltje kijken. Wat zit hier allemaal? Hallo. Helemaal niks. Atla, als jullie tempels maken, dan moet je er wel wat mee doen. Oh my god, Atla. Nou, we gaan nog eventjes naar het laatste stukje van het eiland. En wel een belangrijk stukje. Daarvoor vliegen we even een stukje terug. Want ze hebben, zoals ik al zei, ik denk dat misschien maar 10-20% ongeveer is bebouwd. Dit was de grote boom die omgevallen is, voor alle duidelijkheid, mocht je dat niet weten. En hier zo is het einde van de zuidelijke jungle. En zoals je ziet is hier 0,0 gebouwd. Helemaal niet. Lars die bouwt hier niet of laat hier niet bouwen. De bouwleiders die bouwen hier niet. Ik weet niet waarom, misschien houden ze echt van de natuur. Ik weet het niet, maar ze hebben bijvoorbeeld om hier een idee te geven... Hebben ze een compleet eiland. Volledig van zand. Daar zouden ze een fort kunnen neerzetten. Daar zit het al. Maar ze doen er niks mee. Ik snap het niet. Ik als koning zou zoiets hebben van... Oh, hebben! Claimen! Kijk, dit is echt groot, dit. Kijk dan. Een compleet eiland. Dit hele eiland. Is gewoon van Atla. Maar ze doen er niks mee. Waarom niet? Eiland, het tweede eiland van Atla, is een stukje meer dicht bevolkt, om het zo maar te zeggen. Dus, als je dat wil zien, laat je dat even in de reactie achter.
Ook als jij zoiets hebt van, hey, in de vorige video zei je koning Platos. Dat wil ik wel. Mooi, gewoon volhouden. Hallo vriend. En ja, dat was hem eigenlijk wel. Bedankt voor het kijken, jongens. Vergeet niet even de like achter te laten als jij een Kippenkoning fan bent. Een Kingdom fan bent. DDG wil steunen. Of als je net toevallig je moeder uit bad gehaald hebt. Dan mag je ook een like achterlaten. Het kost helemaal niks om te abonneren. Dus doe het ook eventjes, jongens. Ik wil heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Tot de volgende keer. Waarbij jullie reacties mogen achterlaten wat je de volgende keer zou willen zien. Elementals? Elios? Jullie mogen bepalen. Later, jongens.